is jouw echte naam? Ja. Ja. Ik heb het vaak verteld dat hij moest ophouden, maar hij wou niet. Hij wou niet. Mijn moeder heeft mij betrouwd, ons mijn vader betrouwd. Maar ze deed niks. Ze liep gewoon weer weg. Ik deed helemaal niks. Helemaal niks. Lukt het jongens met poetsen? Ja. Ik krijg wel eens verwijt dat ik te weinig vertel thuis. Ik vertel wel eens iets, maar nee. En zeker niet zaken die dichtbij spelen. Zaken die bijvoorbeeld op dorp spelen, die er ook af en toe best wel zijn. Nee, dat soort dingen, daar belast ik haar maar niet mee. Je hebt nog niet zoveel huiswerk, hè? Nee. Heb je nog een beetje gelezen, geschaam? Ja, de hele dag nog druk. Wat vind je van het feit dat er drie aangiften zijn? Nou, ik weet niet precies hoe het allemaal zit. Ik weet alleen dat er wat dingetjes geweest zijn. Dan moet ik over zelf heel diep nadenken, hoor. Waarvan ik dacht van, oké, dat had misschien... Dus in feite is er niks gebeurd, hoor. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Misschien iets anders mee om moeten gaan dan ik misschien gedaan heb. Dat zal wel zo zijn, maar om nog te zeggen dat ik ben geen pedofiel anders dan als de kasuur ging dan als slot. Zei dan dat hij een lolly voor mij had waarop ik moest zuigen. Betrof hij dan geen lolly, maar je penis. Nou, ze zegt dan dat ze hem ook in haar mond heeft gehad, dat er handelingen mee zijn gepleegd. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar sta van. Daar zing ik, die gaat over mij. Het is alsof je hem anders gaat. Wat herinner je dan wel? Nou, opa, het is nogal. Maar dat heeft niets te maken met eventueel seks met mijn hand. Maar toen destijds was er wel wat seksueel contact van die vader van hem. Naar mij toe, zeg maar. Dus dat. Misschien dat ze iets van beschadigd of zo, of wat tegenhoudt, maar dat kan ik mij nog wel herinneren. Hoe oud was je toen? Ik geloof dat ik 13 geweest moet zijn. Dat zien we ook wel vaker in voor situaties, dus ik vind het goed dat je het in ieder geval zegt. Ja, heb je daar wel eens met anderen over gesproken? Nee, nog nooit. Nee. Niemand, dit is de eerste keer. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat er een bepaald verband ligt. Ja, van de handelingen van hem die hij bij jou heeft gedaan, naar de handelingen die jij later bij die meisjes hebt. Misschien dat ik daar op een manier van projecteerend op hem. Maar ik kan het alleen niet herinneren. Nee. Wat was Jolanda voor een kind? Heel aardig. Ja? Heel zacht. Jij zegt van ik heb haar één keer even over de bossen gestreeld. Ja, volgens mij was het. Was het zoiets dan? Daar herinner ik mij vaak iets van. Ben jij ook in haar slipje geweest met je vingers? Niet dat niet, maar dat kan er helemaal. Volgens mij niet. Heb jij zelf kleding uitgehaald? Nee. Nee, ik sta gewoon daar zoals ik normaal in mijn bed lig. Ik dacht al bed, dan sta ik gewoon in mijn onderbroek. En die is voorgebleven waar hij normaal te zitten was. Loop maar, hè? Gaat het? Ja. Eén vraag. Eigen tijd moet je ondersteunen. Probeer die beide open te houden. Je staat vrij dichtbij. Forceer er zelf. Okay. Politie, open doen! Ik zie vanaf deze kant niks, alleen een bankstel. Oké,
Oké, okay, daar gaat hij hoor. Ik kom gelijk naast je staan daarna. Oké, okay, daar gaat hij. Ja. Daar gaat hij. Toch die kant verder op moeten. Zou je er niet voor kiezen? Want nu ga je dus nu hierheen, hè? Je kunt die ruimte dus nooit vrijmaken op deze wijze. Als je zou besluiten om hier gewoon verder te gaan en er staat iemand, zie je hem nu pas. Ja. Ik ga hem dus gewoon voorover zetten. Want ik doe dit ook nooit, hè? Nee, nee, nee. Ja, nee. Dat is, komt zelden voor dat wij in onze functie met handboeien werken. Maar goed, ik moet alles kennen. Dus even kijken, hè? Rex? Ja, is goed. Rechts. Als ik zo bij je verdachte moet eerst kijken wat voor hand pak ik, dan ben ik natuurlijk mooi te laat. Hè? Maar goed. Hand omhoog. In de lucht. Vooruit. Tegen de muur aan. Ja. Hallo. Hoezo? Ja, ik ga nog boeien. Waarom? Ja. Hé, hey, wat is dat voor me? U bent aangehouden. Hé, hey, gek. Ja. Wat is dat voor? Even de hand naar achteren. Oh, even de hand naar achteren. Oh, god, okay. Sorry. Zo. Hou op. Oké. Dat was een domme, altijd een zeldige sodemieter. Hou maar. Oké. Okay. Ik was eigenlijk een beetje onder de indruk van jou. Mooi hoor. En er zijn zoveel huiselijke situaties besproken dat het voor ons van belang is om daarover ook met jou te praten. Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Ja, je dacht ook wel, ik ben altijd een mokkennacht, hè. Dus, En dat blijft ook? Ja, dat vind ik ook. Mm. En ik word ook wel dat ze wees met me ben. Dan word ik ook wel. Soms een klein beetje lijden, ik denk het wel. Ze kunnen ook even lijden, die wichten. Ja, maar goed, die wichten, je weet zelf, hè. Die wichten zijn allemaal hun eigen kant op gegaan, hè. De een zit hier, de ander zit daar. En de weer een ander zit daar. Maar die meiden die hadden onderling ook helemaal geen contact meer met elkaar. Nee, dat was helemaal niet. Nadat wij van de eerste een verhaal hadden gehoord, hebben wij de andere opgespoord. Die hebben afzonderlijk van elkaar gesproken. Ja. En die komen afzonderlijk van elkaar met bijna exact dezelfde verhalen. Maar heb jij wel eens wat gemerkt aan Jolanda? Dat zij misschien op een bepaalde manier wat verdrietig was? Of dat ze wat afstand hield? Nee, daar heeft ze wel gezegd. Misschien horen we, maar ik mag er wel wat van zeggen. Ik weet het ook tegen hem zeggen. Hij wou dat doen en toen een volgende naar hem dacht, kijk, die was te klein. Mm-hmm. Ja, nou, dat wou ik niet in ieder geval. Dat heeft Jolanda jou verteld? Ja. Wat zei hij toen? Ja, ze vond het lekker, ja. Ja, maar over Jolanda? Ja, ook, ze vond het ook lekker. Ze vond het zelf, ja. Voor seks zetten. Ja. Dus hij zegt gewoon, hij heeft dat nooit doen. Dus. En wat denk je er zelf van? Ja, wat ik denk, ik geloof dat maar. Mm-hmm. Ja, dat vind ik aan wel. Wat vond je er zelf van? Ik vind het eigenlijk natuurlijk. En wat vond je er toen van? Ja, toen wel, vond ik het ook niet goed. Nee. Dat ik ook op de kroos genoemd. En ze waren nog zo verrekte jong? Ja. En ik vind het zo zonde dat ze naar me binnen kwam. Vooral Johan en dat. En ik zou het ook weer zo. En dat is ook niet alleen, en ik heb niet zo. Ze wil niks meer met familie te maken. Heb je er ooit wat van gezegd, Theo? Jawel, dat deed ik ook altijd wel, maar dan kreeg ik weer op mijn kop. Mm-hmm. Of ze zat boven mijn kerst opgesloten met spin. Ach, spinnen weer. Mm-hmm. Dan stappen ze weer, nou, al kerst is helemaal aan, en dan stappen ze er zo neer. Dan, ja, nou, dat vond ik allemaal niet mooi. Ik was vreselijk was daar. Toestaan. En wanneer deed u dat dan? Ja, dat is helemaal een klein gatje te wen. En dacht ik wel van, oh, wat nou gebeurt het? Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wel erg voor zo'n kind. Denk erom. Ja. Dat het erin klapt bij een kind. Mm-hmm. Er is een hoop misgegaan. Ja, ik ken mijn zuster. Jammer, hè? Ja, en ik ken dat voorstel. Wat zou wel zeggen dat jij bent? Nou,
Wat het? Ja. Ik heb ook een mooie. Maar het gaat naar omstandigheden goed met haar. Oh. Nou, zo nou. Het is een sterke meid. Ja, het is ook een aardig. Al zeg ik het zelf. Zit je bij de telefoon? Ja, boven. Maar hier alleen plaatsnemen? Kom eens in, ik luister wel even van afstand. Ja? Ja. Je bent door de raad van de kinderbescherming geweest en dus om je man ergens op terecht zal hij de kinderen afboren. Toen heb ik met jou gestemd. Dus de meneer kwam hier om 9:30, hij had een afspraak voor 10:00, maar het was dus 9:30. Kinder staat mijn auto, hier deed hij dus zo. En kindertje staat mijn auto, nou iemand ontbrong waar het dus deed. Hij deed steeks je zo. En dat deed hij steeds toen wij weggingen tegen mijn moeder. Hij constateert steeds met de dood, dood, dood. Dit moet dood. En die bedreigingen, hoe ver uitzicht dat? Ik bedoel, alleen woorden of is het ook daadwerkelijk zo dat hij geweld daarbij gebruikt of iets in die geest? Nou, geweld zit er nog niet in, maar hij zegt het dus steeds en ik moet anders niet zien dat hij zo doet. Hij stond hier dus voor de deur en wie kon inmiddels bord naar de tang om die deur, anders waar den bar van wees. Ja, ik word al wel door dat die man dus is. Ja. En daarin is soms om 11:00, want kinderen ook vorige week om 11:00 in zit ook af en toe langs. Dus ik word dodelijk dood eigenlijk, word ik kwijt door die man. En door die vrouw, want die vrouw die wil me die kindertjes wel overnemen. Maar die kwam met af en toe en dan zeiden ze dus van die kindertjes krijg ik. Weet je wel zo, dus dit is een hele moeilijke situatie voor ons met ons drieën. Dus. Ja. Wat moet ik nou doen? Volgende week zaterdag hier de kindertjes lopen leg. U zou de omgangsregeling zoveel mogelijk moeten nagaan wat op dit moment geregeld is. Probeer zoveel mogelijk via de kinderrechter en de advocaat te regelen. Wij kunnen niks voor u doen. Het enige wat we kunnen als is op het moment dat ze... Ja, jammer nog wel. We kennen elkaar, hè? Jos denk dat politie aan houden. Ja. Mag gelukkig binnenkomen, hè? Ja. Ik denk dat je deze kant een beetje meer uit. Ja, schuif dit wel even op. Ja? Ja. Oh. Ja. Kom maar. Hield u er rekening mee dat het vroeg of laat een keer onderzocht zou gaan worden? Ja. Ja? Dat er eens een keer aangifte gedaan zou worden? Ja. Ja? Goed. Wat is er gebeurd? Toen omhelst ik haar. Mm-hmm. En toen, toen ging zij naar thuis. Mm-hmm. En ik hield hem bij los een beetje. Mm-hmm. Waarom deed ze dat? Ja, dat weet ik wel. Mm-hmm. Duurde zoiets dan heel erg lang als Jolanda dat bij jou deed? Nee. Hoe zei je dat tegen Jolanda als je wou dat ze zoiets deed? Nou, ik vroeg me gewoon of ze mij wat deed. Ja. Maar ik kan me voorstellen. Dat deed ze niet met. Niet met veel plezier. Niet met veel plezier? Nee. En met geen zin. Waaruit bleek dat? Ja, dan trekt ze met een neus. Dat vond ze niet leuk. Nee. Heeft ze wel eens tegen jou gezegd, hè, want je zegt van nou, ik zag dat ze het niet leuk vond. Heeft ze wel eens tegen jou gezegd dat ze het echt niet wou? Ja. Wat zei je dan? Nou, dan hoefde dat ook niet.
Je kan ook wel aardig boos worden, hè? Ja, maar niet omdat... Dreigend. Kinderen waren bang voor jou. Kinderen waren bang. Ja. Wat gebeurde er als ze je eten niet lekker vonden? Moesten ze dat bij. Ja, en als ze dat dan niet wouden dan? Dan bleef ze aan tafel zitten. Ja. Tot het bord leeg was. Ja. En als ze dat dan echt niet wilden dan? Druk je weer gezicht in. Mm-hmm. Ja, kijk, nou ben ik de officiële boema. Waarom denk je dat je hier zit? Niet omdat jij je zo heldhaftig hebt gedragen. Ja, wat heb je deur op? Hop. Een beetje contact met mensen. Wij hebben dus een thuis een beroep. Dan ben je toch wel een beetje solitair bezig. Ja, wel samen met mijn vrouw, maar je ziet anders weinig mensen. Een kind vertegenwoordigen en dan houdt op. En op deze manier kan je met iedere laag van de bevolking kan je aanraken. En nou, dat trekt me. Dat vind ik leuker dan. Je kan niet een timmerman tekenen, je kan ook een dokter tekenen. En iedereen van waar op zijn kerstdag af is. Ja, overal is wat. En dat vind ik er leuk aan. Ja. Ja. En maar als ze er thuis niet echt zijn, wil het ook niet. Dat is de hele reden. Als ze thuis niet meewerken, dan kan ik hier wel mee staan. U krijgt vanzelf een accept giro kaartje thuis. U wist dat u een gordel moest dragen? Ja, maar ze zeggen ik ben dat denk om... Hij draagt wie weet wat ik wel wat een dame is. Hey, hoe hard wil dat dan, joh? Nou... Hey, die motor heeft een noodsmeding. Ik ben hier op de motor, al AC is. Maar wie heb je nou aan de telefoon dan? Je moeder? Ja, daar is die brommer van. Ah, maar Is dat moest die brommer? Ik denk dat ik hem op. Ik vroeg dat zo niet. Is dat moest die brommer? Ja, dat moest die brommer. Moest je hem hebben? Nee hoor. Nou, is goud of nee? Een lachertje, hè? Hij luikt goud. Ja, hij luikt goud, maar hij daar, hè? Goedemiddag, hoor. Papa, controle. Ja. Ja, had ik niet op. Nee. Nee. Echt wel, hè? Ja. Kreeg een bekeuring voor. Hoe reageren de meesten nou op zo'n hier zo te plekken? Ach. Toen me kreeg, redelijk? Redelijk. Ja. En geen boze mensen gehad? Nee, joh, nou, dat scheelt in elk geval. Vroeger was het alleen maar hondenpoep waar de politie op moest letten. Als je vroeg van, wat moet de politie doen? Dan was het eerste wat bovenaan stond, was hondenpoep. Nou, gelukkig zakt dat al een beetje weg. Ja, dat is kennelijk onder controle. Maar nu heb je dus heel veel alcoholgebruik en gevaarlijk rijgedrag. Dat scoort. Nou, het is nou rustig, jongens. Het is er zomaar in gebeurd. Einde oefening. Ik sloeg mijn arm om Jolanda heen en trok haar wat naar mij toe. Ik begon toen aan haar borsten te voelen. Ik weet niet meer hoe ze erop reageerde, maar echt leuk vond ze het niet. Ik voelde aan Jolanda's borsten over haar kleding. En toen... Nou, toen vroeg ik haar of ze mij wel pijp. Vroeg of zei je dat? Ik zei dat hij mijn pijp. Mm-hmm. Wist zij wat dat was? Nou, nee, dat denk ik niet. Nee? Hoe heb je haar dat duidelijk gemaakt, wat dat inhield? Nou, ik heb gewoon gezegd, ik heb een stand in je mond. Mm-hmm. En dan moet je altijd neergaan. Had jij je broek al uit op dat moment? Nee, alleen maar ritzo. Alleen maar ritzo. Want wat doe je nou dan met jouw seksualiteit? Ik ben nou impotent. Mm-hmm. Dus ik kan er niet meer. Ben je een doktersbehandeling daarvoor? Ja, want ik heb zo'n bal. Die komt er weg al. Ja. Goed, met betrekking tot Jolanda, zeg jij van het is een paar keer voorgekomen dat ze mij gepijpt heeft, of op een gegeven moment 1-2 keer per week. In eerste instantie voelde ik over haar kleren aan haar borsten, maar later ook onder haar kleren. Ja. Ben jij haar later ook op andere plekken gaan voelen? Ja, 1 keer tussen mijn benen. Ja, gevingerd? Nee. Wat dan? Gewoon
gestreeld. Ja. Op wat voor manier? Gewoon over haar staan, haar heen. Ja. Waar waren jullie toen? We waren in de kamer. In de kamer? Ja. Ook weer op die bank? Ja. Mm-hmm. Vraag mij of ik Jolanda in de tijd ook geneukt heb. Ik blijf dit ontkennen. Ik heb u zojuist wel verteld dat ik mijn vinger eens een stukje in Jolanda's gaatje heb gedrukt. Ik bedoel hiermee dat ik mijn vinger iets in haar vagina drukte. Ik durfde echt niet door te drukken. Ik heb Jolanda dus niet gevingerd. Nee. Waarom... hoe komt het dat Jolanda wel praat, hè, over neukerij en jij niet? Dat snap ik niet. Dat snap je niet? Nee. Het is nog nooit gebeurd. Jij was 30 jaar? Ja. En die wichtjes die waren nog minderjarig? Dus je moet het initiatief niet bij die wichtjes gaan leggen, dat is niet eerlijk, denk ik. Nee. Toch? Maak jezelf geen slachtoffer, hè? Nee. Want dat ben jij niet. Jij bent geen slachtoffer. Jij voert uit. Jij bepaalde op een gegeven moment wat er daar in huis gebeurt. Jij stuurde op een gegeven moment die wichten naar buiten. Jij houdt een van die andere wichten hou je binnen. Jij doet de deur op slot. Maak jezelf geen slachtoffer, hè? Want dat ben jij niet. Ja. Jij bent de dader. Nee. Jij hebt dat gedaan met die wichten. Ja. Dat weet ik dan. En dat dat een lastig verhaal is, alle begrip ervoor. En als je je daarvoor schaamt, dan is dat terecht. Dat meen ik echt. Net zo goed als er af en toe boodschappen gehaald moesten worden, moest dit ook, dit hoorde erbij. Het zegt ze ook, het hoorde erbij. Het heeft meer dan 10 jaar geduurd. Hoorde erbij, zegt ze. Zo deze ook. Ja. Dat begroot me zo, hè. Dat begroot me zo. En ik hoop jou ook. Ja. Maar ik weet het niet. Ja, als je alles weer terug kan rijden, dan denk ik dat het gelijk weer. De weg is gewoon kapot gemaakt in dit gebied. Geen enkel weerstand, geen enkel verzet zit erop. Dat heb je er gewoon uitgeramd op die manier. Gewoon kapot gemaakt. Waarom hou je nu? Voor die straf. Ik heb me allemaal op. Ben je bang voor die straf? Hij voelt alleen zijn eigen pijn. Hij voelt niet de pijn bij degene bij wie hij dit gedaan heeft. En dat gebeurt heel vaak. Want daar is hij bang voor, hè, voor straf. En dat voelt hij. En ik heb een paar keer geprobeerd om hem het gevoel van het slachtoffer duidelijk te maken, maar dat lukt mij niet. Daar houden we ook mee op, want als het er niet in zit, dan komt dat er ook niet uit en dan lukt dat ook niet. Dat is eigenlijk dan verspilde moeite. Dat kan me nooit doen, zeg. Sorry? Ik heb het me nooit gedaan. Ja, ben ik helemaal met je eens.